In deze video vertellen we u graag meer over het plaatsen van een trommelvliesbuisje. De beluchting van het middenoor, de holte achter het trommelvlies, vindt plaats door middel van de buis van Eustachius. Als de buis van Eustachius verstopt raakt, kan er zich vocht achter het trommelvlies ophopen, waardoor u slechter hoort. Na aankomst in het KNO Medisch Centrum neemt u plaats in de wachtkamer. De KNO-arts kan met behulp van een microscoop kijken of er vocht achter het trommelvlies zit. Als er sprake is van vochtophoping, kan een trommelvliesbuisje een oplossing zijn. Hiervoor wordt het trommelvlies eerst verdoofd met een gel of een injectie. Daarna wordt een klein sneetje in het trommelvlies gemaakt en wordt het vocht weggezogen. Hierna wordt er een trommelvliesbuisje in het trommelvlies geplaatst. Via het buisje kan het vocht het middenoor verlaten en wordt het gehoor weer snel beter. Na 6 tot 12 maanden groeit het buisje vanzelf weer uit het trommelvlies.